is een beetje Legally Blonde. Ja. Oh. Masturberen, porno, daar moet iets zijn. Kom maar. Mama. Mama. Ux, sloeven, echt van die sloefjes. Ik ben echt een brave. Ja, dat lijkt met ons wel. Jullie zijn echt stout. Je bent weer aan het juiste adres voor de leukste talkshow. Welkom bij Drag Talk. Misty Moulin en Jesus. En vandaag krijgen we een echte schoonheid over de vloer. Oh. Een echte naturelleke die minder make-up dan jullie nodig heeft. Ah, dat kan niet. Zal wel. Ja, echt waar. Kijk maar naar de foto. Liza Minnelli. Liza. Nee. Jackie Lafont. Nee. Het kon Jackie Lafont misschien zijn, maar het is ze niet. Helaas, het is de mis der missen. Miss België 2020. Céline van Eita. Oh. Céline. Royalty. Royalty. Voilà. Succes. Hallo. Dank je. Welkom. Zit u erbij, schat. Wat een service, dank je wel. Lieve schat. Jackie Lafont, ja. Het zou kunnen, hè. Ja, maar Jackie Lafont past eigenlijk zo'n beetje overal bij, ja, hè. Ja. Dat vind ik ook. Dat is waar, hè. Slak als jullie, hè. Merci. Zeg, je ziet er fantastisch uit. En even, lieve dames, dus zo draag je glitter. Ah, dat is de manier. Ah, dat is glitter. Ja. Ja, heel goed. Ik was blij dat ik me nog eens een keer kon opmaken. Dat is zeker. Het is een van de weinige keren dat het nog eens gaat. Dus dan dacht ik, dan ga ik all the way. Ik wou niet onderdoen voor jullie. Het is lang geleden, want je bent gekroond in 2020, januari. Hoe is dat zo wat verlopen allemaal? Dat was, ja, die dag na de kroning, alles erop en eraan. Van hier naar daar, heel veel pers. We hebben ook normaal waren er heel veel reizen. En ja, dan van de ene dag op de andere is dat gestopt allemaal door corona natuurlijk. Ja. Er stond van alles op de planning, maar ja. En zijn er zo opdrachten waarvan je denkt, ah, dat vind ik nu spijtig dat ik die niet heb kunnen doen? Zeker. Er zijn heel veel dingen die ik heel graag gedaan had, absoluut. Maar het leukste was de reis naar LA, want ik ging normaal meedoen, net zoals u, in Mooie met ogen los. But I was first. Ja. Echt? Ja, Adalingen heb ik eraan meegedaan. Ja. En jij, wat moest jij spelen? Oh, dat weet ik niet. Ja, waarschijnlijk had ik de post moeten brengen of een of ander, niks speciaal. Maar ja, ik keek daar wel keihard naar uit, want ik volgde dat zelf ook met mijn mama. Dus ja, dat is nu niet doorgegaan. Dus ik hoop dat dat misschien in de toekomst nog komt, maar natuurlijk nu... Nu is dat allemaal in het water gevallen, maar... Ik heb ook wat spijtig nieuws gelezen. Door de corona is jouw oma overleden. Ja, dat klopt. Ja, dat was een enorme klap. Dat is nog altijd zo. Ik heb het daar nog altijd heel moeilijk mee. We hadden dat helemaal niet zien aankomen. Zij woonde in een woonzorgcentrum. En ja, dat was een drama. Dus we dachten, oh, als haar dat maar niet overkomt... En ja, ze is dan overleden en we hebben ze niet meer kunnen zien, we hebben ze niet meer kunnen horen. En ook met afscheid. Wij zaten met 10 man of zo verspreid in de zaal. En mijn opa zat alleen op een bankje, hè. Dat breekt je hart, ja. Wat vreselijk. Ja. Dat is echt het ergste. Maar ik wil haar wel in leven houden door daar wel over bezig te blijven. Dat was een heel fiere madame. Ze was ook heel trots dat ik meedeed aan Miss België. En ik vind er heel veel troost bij dat ze het nog heeft meegemaakt dat ik gewonnen ben. Oh. Dus ik probeer dat vooral te herinneren. En zij stond ook heel positief in het leven. Dus dat blijf ik wel doen voor haar. Jouw verkiezing was heel memorabel, hè? Ja. Dus ik me niet vergis, ben je op het podium gevallen? Ja. En je BH verloren? Niet mijn BH. Oké, vertel. Het was een veel te grote BH. Dat is niet voor mij, duidelijk. Maar ja, wat is er gebeurd? Ik weet dat eigenlijk zelf nog altijd niet. Maar als je de foto ziet, dan zie je dat ik zo'n heel speciaal kleed aan heb. Een lang kleed, lange mouwen, met kant. Wat is het ergste dat er kan gebeuren? Vallen. Maar dat gaat niet gebeuren. Natuurlijk, wat gebeurt er? Ik ben gevallen. En al maar goed ben ik gevallen, want die BH ging vastgehaakt in die mouwen en ik ging sowieso, als ik van de trappen kwam, zo met mijn armen doen. Oh. Ja. Als ik niet gevallen was, dan hing daar dus mijn BH gedrapeerd in die mouw. Dus ja, al bij al. Heb je je al afgevraagd hoe dat komt tot die BH er getrekt? Ja, absoluut. Oeh. Ja, er waren heel veel theorieën rond. Sommigen dachten ook dat ik het zelf had gedaan, maar dat is niet zo. Dan had ik wel iets mooier, of een mooier setje eruit getoverd. Heb je daar eens over nagedacht dat misschien een andere mis dat heeft gedaan? Ik heb daarover nagedacht, maar ik denk dat niet. Dat kan natuurlijk altijd, maar ik denk dat niet. Tuurlijk is dat! Maar dat ging zo snel. Ik blijf, misschien een beetje naïef, maar ik blijf toch nog goed geloven dat dat niet gebeurd gaat zijn. Zeg, maar ik had ook een vraagje. Ja. Want ik heb jullie nu al bekeken. Hebben jullie jullie make-up zelf gedaan? Ja. Ook wimpers en al? Alles. Maar dat is supermooi. Dank u. Ik kan een beetje mascara. En dan als ik knipper, dan hangt dat hier van op naar boven. Jij hebt natuurlijk ook niet zoveel nodig als mijn zus. Maar je moet dat niet meen als je dat maar zegt. Ah, voilà. Merci. Maar het is toch niet veel wat dat jij op hebt? Ik heb juist mascara en labello. Bij haar is dat meer, maar bij mij is dat alleen maar... Helemaal erachter geplakt. Je hoort heel vaak, dom blondje, een mis kan niet slim zijn. Mm. Maar jij bent een perfect voorbeeld, hè. Je hebt gestudeerd, je bent zelfs afgestudeerd. Ja, ik ben jurist.
En ja, ik heb altijd al wel met dat vooroordeel te maken gehad, maar ik vind dat niet erg. Ik vind dat stiekem zelfs plezant. Ik vind dat mega cool. Ja. Het is een beetje Legally Blonde. Ja. Ah. Volledig, met dat rozen ook helemaal. Ik heb ook een jurkje. Ah, waar. En een roze auto. Maar ja, dus het klopt helemaal, ja. Je ziet, hè, schatten, het kan ook anders. Hè. Ja. Ja. Het kan ook lang duren. Maar van kleins af aan wou ik echt advocaat worden. En ik denk dat dat komt omdat ik voel heel snel onrecht aan en ik wil daar ook altijd iets aan doen. Ik ben zelf ook gepest geweest in het lager en in de eerste jaren van het middelbaar, dus misschien heeft dat daar wel iets mee te maken. Oei, voor wat ben je gepest geweest? Omdat ik zo mager was. En nog altijd ben, hè. Ja. Zo ongelooflijk, hè. Ze vinden altijd wel iets, hè. Ja, ja. En nu kan allemaal relativeren en ik ben daar wel sterk uitgekomen, maar op dat moment... Ja, hoe oud was ik? Ik was 12, 13 jaar, dus ik trok me dat heel hard aan. Ik praatte daar ook niet echt over. Ik vertelde dat toen ook niet tegen mijn ouders, omdat je, zoveel ze meer dat je dat hoort, zoveel ze rapper denkt van ja, het zal toch wel aan mij liggen. Dus ik ben blij dat ik daar wel sterker ben uitgekomen, maar des te meer begrijp ik dat het bij anderen niet zo is. En daarom is dat ook wel echt iets wat ik wil aankaarten. Ik ben ook gepest omdat ik te mager was, maar ik heb er iets aan gedaan. Ik heb er iets aan gedaan. Je hebt goed gegeten, hè? Ik heb aan mijn Instagram-volgers gevraagd wat ze van jou wilden weten. Er zijn een aantal leuke vraagjes opgekomen. Goed, de eerste vraag. Heb je een vriend? Nee. 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 En een relatie gehad? Of? Eigenlijk niet. Ik heb nooit echt een serieuze relatie gehad. Maar ik date ook niet zo graag. Ik krijg daar stress van. Oh. Ik ben iemand, dat is misschien een slechte eigenschap. Ik ben dan heel enthousiast en ja, dat gaat allemaal gaan. En aan de dag daarvoor denk ik... Nee, abort mission, we gaan het niet doen. Dus misschien daarmee. En woon je dan ook alleen? Nee, ik woon nog thuis, ik woon bij mijn ouders. Ah, oké. In de camper dan? In de camper. Zeg, tweede vraag. Wat is de slechtste aankoop dat je ooit hebt gedaan? Oeh, ik heb wel veel slechte aankopen gedaan. Ah, ik weet het. Ik weet het, want ik had daar echt nachtmerries van. Dat was ook in het middelbaar. Ik heb toen veel blunders gemaakt op Fashion Vlog. Iedereen, schat. Wie niet? Zelfs ik. Ja, en nog. Ja. Maar ik denk, ik was toen heel geïnteresseerd in blogs en vlogs en zo. En in Amerika, maar ja, only in Amerika, waren UGG's sloeven, echt van die sloefjes. Oh. Dat was daar in de mode. En ze droegen dat ook echt voor naar school te gaan. Ik moest dat hebben. En ik heb dat gekocht en ik denk dat ik daar één keer mee naar school ben geweest. Misschien is toen begonnen die pesterijen. I don't know. Maar ik heb er nog altijd nachtmerries van. UGG's is de afkorting van ugly, dat weet je toch, hè? En mijn oma die zegt, ah, heb je UGG's weer aan. Dus voor haar nagedachtenis gaat die nooit meer dragen vanaf nu. Waaraan ben je verslaafd? Als je al verslaafd bent. Oeh, het is spannend nu, hè? Ja, het is spannend. Wow. Het is niet zo spannend eigenlijk. Ik denk mijn gsm. Ach, ja. Mijn gsm, ja. Maar we willen echt een verslaving. Heroïne, coke, iets. Dat is niet voor iedereen. Alcohol, come on. Alcohol. Er moet toch een probleem zijn. Masturberen, porno, er moet iets zijn. Kom aan. Nee, ik zie die zo twinkelen. Shoppen? Dat misschien, maar dat is geen verstaan. Dat is eigenlijk meer een cliché. Sorry, dat is waar. Een zelfhulp. Nee, ik denk met een gsm, ja. Wat zing je onder de douche? Alles. Alle commerciële rommel zing ik onder de douche. Ja. Maar wat is zo je favoriet nummer om te zingen? Bohemian Rhapsody. Oké, we gaan. Jij begint. Mama. Mama. Just kill the man. Put a gun against his head. Pull my trigger, now he's dead. Mama. Life has just begun. And now I'm gonna throw it all away. 3, 4. Mama. Dan komen de moeilijke noten eruit. Als het omhoog gaat, dan moet je eruit stoppen. Dat klinkt al heel goed. Dus misschien zit een zangcarrière er ook nog eventueel wel in. God, moest eens iemand nodig, als ze zo plakkers hebben op een feest en ze willen dat de zaal heel snel terug leeg raakt, dan wil ik wel eens. Dat zeg ik ook altijd. Dat gaat helpen. Ja. Wat zou je eventueel aan jezelf willen veranderen? Qua innerlijk, uiterlijk, alles. Mag je helemaal kiezen. Wij vinden uiterlijk beter dan innerlijk. Ja. Qua innerlijk zou ik iets minder perfectionistisch willen zijn. En qua uiterlijk, momenteel zou ik niks veranderen, maar misschien volgend jaar, over een paar jaar wel. Ik vind dat een keuze dat iedereen voor zich moet maken en ik sta daar wel echt voor open. Maar nu niet. Nee, het is ook echt nog niet nodig. Maar het is waar wat je zegt, het is een keuze die je voor jezelf moet maken, niet voor anderen. Nee, dat is zo. Het is niet dat ik vind dat ik perfect ben, hè, verre van, maar... Tevreden? Ja, voilà.
Voilà. Wat is de coolste plek waar je ooit seks hebt gehad? Oh. Oh. Oh, ik zie jou zo kijken. Ga het even zeggen? Oh. 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 Van alle plekken. Van alle plekken. Zeg nu niet, ik heb nog geen seks gehad, want dat pakken we nee, niet. Nee, dat niet, maar wat, dat ook liever geheim. Nee, dat gaat hier niet, want wij gaan vriendinnen worden. Ja. Sefes gaat ook dingen te weten komen over ons. Ja, en maar wat is jullie spannendste plek? Laten we daarmee beginnen. Oké. Vliegtuig. Echt? Mm-hmm. Ah ja, juist. Dat zou ik nooit kunnen, hè. Ik ga nooit naar het toilet op een vliegtuig, hè. Och. Ah, ik heb smetvrees een beetje. Ik vind dat verschrikkelijk. Vroeger als kind, ik weet nog... Ja, toen ging ik naar het toilet. En dat trauma is allemaal begonnen toen ik op de doorspoelknop duwde. Dat geluid. Dat zeigen ze. Oh, ik had daar zoveel schrik van. Ik dacht, ja... Ja, gedaan, ik ga er worden ingezogen en ik ben weg. En sindsdien ga ik niet meer naar het toilet. Topgeluid. Dat is ook... Hoe sterker, hoe beter. Maar lieve schat, nu ben je de vragen ontwijken. Ja, dat is van de jurist kan. Van de coolste plek waar je ooit seks hebt gehad. Er is nog niet zo'n coole plek geweest. Nee. Ze ligt. Zeg het. A lawyer, not a liar. Ja. Dat is een goedje. Isn't that practically the same? Ja. Dat vinden jullie spannend. Buiten? Ja, alles wat de outdoors is. Oké, okay, buiten. Ja. Bos? Wel? Winkelcentrum? Nee. Toilet? Parking? Nee. Parking? Nee. In de auto? Nee. Onder de auto? Nee. Strand? Nee. Duinen? Nee. Ja, maar zeg het toch? Buiten. Laten we het gewoon houden met buiten. Oh, mysterieus. Ja. Was het met uitzicht of zonder uitzicht? Nou, voor mij was er niet veel uitzicht. We weten niet waar, maar we weten de positie. Ja. 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 Ik heb al heel veel tweede hoofd. It's shredder time! Ik denk dat deze rubriek niet echt van toepassing is bij jou. Want de normale sterveling heeft al eens hier en daar een gênante foto. Oh, maar die heb ik zeker ook. Oh. Ik kan die alleen goed verbergen. Maar voor jullie heb ik er meegenomen. Super. Ja. Zijn jullie er klaar voor? Ja, helemaal, helemaal. Dat is dus Miss België. Oh. Schone slaapster. Och, jeetje. Wat was er gebeurd? Ja, dat was in de eerste week van Miss België. Mocht ik naar de première gaan van Bad Boys for Life, van Adil en Bilal. Ja. En een hele goede film, naar het schijnt. Ik kan het zelf niet vertellen, want na 5 minuten ben ik in slaap gevallen. Oh, was de film zo slecht? Nee, want ik heb nog een stukje gezien. Maar daar heel veel actie en geweld in komt, ben ik wakker geschoten en heb ik de rest nog wel kunnen volgen. En het is goed geëindigd. Wie heeft die foto genomen? De pers? Nee, Veronique de Kok heeft dat gedaan. Oh, niet weer. Ja, chantagemiddel, maar daar gaan we hopelijk kort en met mee maken. En dan verwijderen we deze foto uit het collectieve geheugen. Slaap wel. Oh, voilà. Latash is de beste chauffeur van het land, dat weten we allemaal, in haar pink Porsche. En iedere week brengt onze drag taxi iemand naar een heel belangrijke gebeurtenis in hun leven. En deze week was het Rita en Latash die mocht de rijkunsten bovenhalen. Hallo, dag Rita. Hallo. Hoi. Mijn naam is Latash. We gaan eerst onze gordel aandoen. Ja, dat gaan we zeker doen, want dat is heel belangrijk. Ik ben net langs daar, schat. Het is een andere, ja. Oei. Nee, in het midden. Ja, daar. Hola. Sorry. Perfect. Nee, dat is niks, schat. Ja. Lukt het? Ja, daar is het. Voilà. Ja. Heb ze alles veilig. Mag ik ze even aan mijn titten goed steken? Ja. Als je dat niet gewoond hebt, moet dat... Ah, voilà. En die gaan mij verschuiven, hè. Oei, dat is ook niet simpel. Ja, sorry, zeg maar. Nee, zeg. Vertel, Rita, naar waar mag ik jou voeren vandaag? Ah, wel, wij gaan naar het examencentrum in Erenbodigem voor theorie te doen. Van de auto? Ja. Is het de eerste keer dat jij examen gaat doen? Allee, het is jammer genoeg deze keer de 13e keer. De 13e? Ja, inderdaad. Nu, 13 is normaal een ongeluksgetal, maar ik voel dat vandaag niet zo gaat zijn. Ik denk dat gaat lukken, joh. Ik ben er zeker van dat gaat lukken. Dat moet lukken. Je moet in mijn eigen geloven en zeggen dat gaat gaan. Ik moet eerlijk toegeven, ik heb mijn theoretisch rijbewijs ook 4 keer moeten doen. En bij mij was het ook heel dikwijls, ik tik iets aan, ik ben zeker van mijn antwoord. 2 seconden, allee, je ziet dat balletje zo voortgaan. Ja. En dan begint te draaien. Ja. En hoe korter dat er dan komt, dan denk ik van oei. En dan durf ik soms nog veranderen van antwoord en dat zou ik misschien soms niet mogen doen. Maar mijn dochter zegt, je moet maar meer vertrouwen in je eigen hebben. Ze zegt dat ik veel, ja. Piekert je een beetje? Ja, ik piekert veel soms. Ik ben nogal... Ja.
Een pekeraar. Ja. En over 9 jaar geleden is mijn moeder gestorven en van dan hebben ze toch een beetje zo... Ja, dat was mijn grootste troost en ja. Oh, schat. Als mijn moeder me ging gestorven, was ik naar een psycholoog moeten gaan, want die kon dat niet verwerken. En hoe lang heeft dat geduurd om er bovenop te geraken? Ja, dat heeft toch even slag duurt. Hè. Als alles goed gaat, dan voel ik me goed. En als het iets minder gaat, dan kan ik direct van, hoep, van boven naar op, druk, up. Het is een feit dat ik iets moet hebben om... Een doel moet hebben om ja... Om mijn gedachten te zetten. Ja, ja. Om mijn gedachten te verzetten en om te leren en om... Ja, ja. Dat is mijn manier om... Rita, na 13 keren, dat doet waarschijnlijk wel iets met u. Dat, ja. Dat raakt u waarschijnlijk. Ja. En ik het zei, dat zou nou echt zo eens graag eens doen, hè. Dat buiten komen en... Dat je dat in uw handen ja, hebt. Ja, dat ik dat gelezen heb en dat ik dat... Ja, dat ik echt fier op mijn eigen kan zijn. Dat ik van... Maar we gaan dat mensen niet van naar de fiets rijden. Dat gaan we niet doen. Nee. Ik heb geen familiaal. Dat is poort. Oh mei, daar zat ze ook bekend op. Oh, ik ken ABO. Oh, dat is goed. Ik kan dat niet meer. Goed, Rita, we zijn er bijna. We gaan alle stress loslaten om u volledig te laten focussen. We gaan samen een keer heel diep inademen. Nog één keer. Hoe voelt je nu? Goed. Goed. Ik hoop het. Ik hoop het dat je goed voelt. Voilà, Rita, we zijn er, we zijn er, we zijn er. En doe dat goed, hè, schat. Ik zal mijn best doen. Tot zometeen. We gaan ervoor. We gaan ervoor. Zo doet dat goed, hè. Ik zal er een paar bij zijn, dan gaat dat goed. Best is goed op mij. Ja, dat zal ik zeker doen. Niet te hard, denk nou over uw vragen, hè. Hey, hallo. Schattekke. Het is niet geslaagd, jong. Ah, Eén zwaar fout. Oh, schat. Maar ik geef niet af, hè? Nee, je mag niet afgeven. Ik geef niet af, echt niet. Maar ik ben wel een beetje teleurgesteld. Oh, maar dat snap ik. Als ik zo nieuwsgierig mag zijn, wat was jouw score op het examen? 36 op 50. Ah, dat is echt die ene vraag die jou dan genekt heeft. Ah, wel, ik denk het. Ik denk dat het een fout is met de voorrang. En daar heb ik altijd al problemen mee gehad met de voorrang. Dat doe me de nek altijd om. Ah, en heb je getwijfeld aan vragen? Ja, weer al. Ja. En dat doe men dan dat zo. Nee, goed voor... Ja, echt, hé. Dat is kak, hè. Ja, dat is kak. Dat is meer als kak. Tot voor toe, maar. Dan denk ik van, nou, zo stom kiek. Je zegt, nee. Zo gaan we weer niet beginnen, schat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 kleine fouten en dan die zware. En die zware heeft mij genekt, hè. Ja. Nee, je krijgt dat verslag altijd zo mee, hè. Je hebt dat een bundeltje thuis. Ja, het scheelt niet veel. Oh, gewoon weggooien, gewoon opnieuw beginnen. Deze is niet gebeurd. Nee. Ja, ik heb al een nieuwe afspraak gemaakt van oktober, dus ik ga er terug voor. Maar je hebt gelijk, je moet er terug voor gaan. Ik heb de horen zeggen, en dat was iemand en die had zijn theorie 21 keer gedaan. Oeh. Dus ik ben nog niet zo, hè. Dus ik ben nog een beetje positief dan. Oh, ik had haar dat zo gegund. Ja, zeg. Maar ze geeft niet op, hè. Dat vond ik wel goed. Dat is belangrijk, dat is waar. Hoeveel keer ben jij geweest voor je rijbewijs? 1 keer. 1 keer voor mijn theorie, 1 keer voor mijn praktijk. Maar ik heb wel, ik heb chance gehad hè, met mijn praktisch examen. Dat was op 1 april en dat was echt een grap. Dat was echt een grap. Ik moest parkeren en ik kon dat niet. Ik kan dat nog altijd niet. Als ik achteruit moet parkeren, dan rijd ik echt... 2 kilometer verder om gewoon ervooruit in te kunnen parkeren. Ik kan dat niet, toen ook niet. En ik reed terug het examencentrum binnen. En ik keek naar de Jean, met een instructeur. En de Jean? Zo, ja, Jean, echt een kei lieve mens. En hij keek zo naar mij van... Mm-mm. En de examinator zegt... Proficiat, u bent geslaagd. En die stapt uit. Ik zeg, Jean, ik snap er niks van. Ja. Ik ook niet, zet hem. Maar zwijgt maar en ga ik het maar halen. Dus ja. En dan is het nu tijd voor de Ananus of Truth. In de Ananus of Truth is het de 69 stellingen waar we allemaal bloedeerlijk op moeten antwoorden met ja, nee. Oké. Okay. En zo kunnen we elkaar beter leren kennen. Oké, klaar? Ja.
Goed. Ik heb wekelijks een fikse kater. 1, 2, 3. Oh. Oh. Oh, we zijn stuurt. Ja, laat dat eens neer. Ja, drink je eigenlijk ook? Ik drink eigenlijk niet. Nee? Nee. Nee. Weet je wat me al is opgevallen met de gasten die hier naartoe komen die niet drinken? Ja. Die komen heel moeilijk aan het lief. Ja. Dat is het, hè. Ja, dat ik denk het. Toch dat er ergens een link zit. Misschien als je zat bent, zie je niet meer zo goed of je gevalt. Dat zou denk kunnen. Ik ook. Stelling 2. Ik heb ooit naaktfoto's van mezelf genomen. 1, 2, 3. Molle! Ik zweer het. Nooit. Nooit, nooit, nooit. Ik zou veel te veel schrik hebben dat dat wordt verspreid of dat je dat per ongeluk naar iemand stuurt. Als je op vakantie bent, naar je partner stuur je toch eens een naaktfoto. Ik heb geen dat gaat zijn, ik heb geen partner. Ook niet zo van je gat voor te zien, van hoe ziet mijn gat eruit of mijn borst. Dan moet je gewoon een spiegeltje nemen, dan kun je dat ook zien. Ja, dan moet al zo, dat is zo wat raar. Een foto is toch nog makkelijker. Ja, foto's is niet raar. Nee. En je moet dat, eerlijk schat, wij kunnen hier niet over meepraten. Doe dat nu, die naaktfoto. En gebruik die over 10 jaar nog. Stelling 3, vriendin. Grabbel, grabbel, grabbel. Ik heb ooit iemand laten huilen. 1, 2, 3. Ja. Ah ja. Ja, ik denk dat wel. Ja. Sowieso de mama. Dat is toch de eerste persoon die dat je denkt. Die heeft toch sowieso al een keer geweend? Ja. Talloze keren, denk ik. Oh, dat is waar. Heb je mama al eens laten huilen? Ik denk dat wel. Ja. Ook om andere redenen dan trotsheid? Nee, om trotsheid misschien met Miss België, denk ik. Ja. Maar voor de rest heb ik iemand laten huilen. Ja, sowieso vroeger, hè. Als je zo ruzie maakt als kind. Maar nu, ik hoop van niet. De laatste stelling is voor onze gasten. Voilà. Benieuwd. Ik heb meer dan 3 one-night stands gehad. 1, 2, 3. Ah, ik ben echt een brave. Ja, vergeleken met ons wel. Jullie zijn echt stout. Maar we zijn 23 jaar. Dan deed ik dat ook niet. Op mijn 3. Sorry, ik wil haar even verdedigen. Ik wil haar niet het gevoel geven van amai. Maar ik zeg niks en je verklapt jezelf. Ja, maar gewoon. Ja, iedereen heeft gezien. Iedereen heeft u zien kijken. Die niet weet naar het. Mij. Maar ja. Echt niet, nee. Nee. Eentje? Eentje. Ja, maar no one stand. Ik zou zo nooit met iemand gewoon dat je random ontmoet, hè. Nee, ja, nee, dat heb ik niet gedaan, nog niet. Nee. Nee. En nu gaan met corona, ja. Gaan we dat doen? En je komt volgende week dat opnieuw vertellen. Als het is gebeurd, zeg je de eerste die het weet. Yes! Top! Dat willen we horen, zeg. We zijn nu toch al betere vriendinnen geworden. En van ons ga je nu een drag naam krijgen. Superspannend. Ideetjes? Ideetjes, iemand? Nee, misschien moeten we in de richting van Legally Blonde, denk ik. Dat vind ik een goed idee. Ja. Miss Illegally Blonde. Oh, Illegally Blonde. Goed. Die is goed. Okay. Dat klinkt goed. Dan word je gedoopt tot Miss Illegally Blonde. Dank je. Welkom. Oh, het is alweer gedaan. Ik hoop dat je het leuk vond. Absoluut. Ga je nog eens terugkomen? Zeker, als ik mag van jullie. Heel graag. Bedankt om te kijken en tot volgende keer. Dag. Miss Illegally Blonde. We zijn nu al heel veel over jou te weten gekomen. Je behoort bijna tot onze exclusieve groep van queens. Maar een echte drag queen moet zich ook heel snel kunnen omkleden. Dus een laatste challenge. Jullie hebben al twee een tweede outfit bij. Doe het simpel, jullie kleden zich zo snel mogelijk om. We zien de twee deuren achter jullie. Dan gaan jullie heel snel in een andere outfit kruipen en de eerste naar buiten komt. Ja, she is the real queen of the day. Zijn jullie er klaar voor, meiden? Mm-hmm. Ja. Ja? Oké, 3, 2, 1, go! Ja! Het is Miss Illegally Blonde! Yeah. Look at her. Work, work. Ah! Voilà, kijk. Het was bijna een gelijkstand, maar dat Bertelleke heeft een dunlek omgedaan, schat. Ja, ik denk dat het duidelijk is, hè. Miss Illegally Blonde, she won, een echte winnares. Proficiat. Dank u. Ik vind het ook wel een look. Dank u. Het is een look. Het is een verzameling kleren, ja. Ja, Miss Illegally Blonde, ziet er weer fantastisch uit, hè. Proficiat, nu ben je een echte winnares. Ja.